Als kind word je ermee grootgebracht. Vaak, als je een beetje loopt te jakkeren of loopt te huilen, dan geven ze zo'n koekje in je mond. Zo'n klein lang vingertje. Nou, zo'n koekje kun je makkelijk in de winkel kopen, maar je kunt ze natuurlijk ook zelf maken. En niks is lekkerder dan een zelfgemaakte lange vinger om lekker in de koffie te doppen. Eerst en vooral gaan we eieren scheiden. Ik heb 12 eiwitten. Ik heb al 9 eiwitten en 9 dooiers. In totaliteit heb ik maar 9 dooiers nodig, dus dit gaan we al opzij zetten. En die andere 3 dooiers, die ga ik bijhouden. Je weet nooit waar we voor ze kunnen gebruiken. Nou, je kunt natuurlijk zoiets ook met de hand opkloppen. Met de machine gaat het net ietsje sneller en is het eigenlijk net ietsje makkelijker. Rustig laten kloppen, waardoor je een hele mooie, stevig eiwit gaat krijgen. We gaan er ook suiker bij doen, 250 gram. De suiker gaan we er in 3 delen bij doen. Niet in 1 keer, ook niet in 2 keer, maar in 3 verschillende stappen. En kijk eens hoe mooi eiwit dat je hier krijgt. Ondertussen dooiertjes luchtig kloppen. En die gaan we strekken onder ons eiwit mengen. We gaan er ook nog een suiker een beetje bij doen. Suiker zal er ook voor zorgen dat je eiwit veel steviger wordt. Hij gaat mooi glanzen en hij gaat ook heel mooi kunnen binden. Ik ga er nog bloem. En om het super lekker te maken, dat is dan een tipje van mij, gaan we er puddingpoeder bij doen, crèmepoeder. Kijk, onze puddingpoeder, 150 gram, gaan we erin doen. De bloem erbij, ook 150 gram. En dit ga ik gewoon zeven. En waarom? 1. Omdat dan alles mooi gemengd is bij elkaar. En het tweede is ook belangrijk dat je geen korreltjes of harde stukjes erin hebt zitten. We gaan ook een spuitzak er al bij nemen. Spuitmondje gaan we erin doen. Kijk aan, dat is al klaar. Nou, om er strek voor te zorgen dat ons beslag niet door onze spuitzak gaat lopen, gaan we dit hier dicht maken. Dus we gaan met onze vinger gaan we dit erin doen. En als je hem dan strek vult, dan loopt het niet aan de onderkant eruit. En nu ga ik hem een klein beetje harder zetten. We hebben genoeg body dat we een klein beetje harder kunnen opkloppen. Vanaf het moment dat je een mooie tekening in je eiwit ziet staan, dan is het eiwit ook klaar. Veel ingrediënten hebben we dus niet nodig. Onze dooiers die gaan we erbij doen. Perfect zien of je het goed mengt. Dit gaan we erbij doen. Ook in stukjes. Niet te veel in één keer. We nemen er nog een bakplaat bij. Onze spuitzak die gaan we vullen. Dit beslag kun je wel niet lang laten staan. Als je dit langer dan een uur laat staan, dan is die helemaal uitgelopen. En je ziet, hè, onze truc, goud waard. Nu, haal het eruit en dan komt hij zo er mooi uit. Voilà. Nou, hoe kun je ze nu nog lekkerder maken? We gaan met een klein beetje bloemsuiker gaan we erover gaan. We gaan ze nu afbakken. Op 210 graden. En vaak vragen mensen aan mij, hoe lang moeten ze in de oven? Het klinkt arrogant, maar eigenlijk tot ze gebakken zijn. Even kijken hoe ver dat ze zijn. Kijk eens hoe mooi gekleurd al. Perfect zijn ze. Kijk, ze zijn mooi zo een beetje gekarteld zo aan de bovenkant. Kijk van binnen. Zo mooi smeuïg. Kijk eens wat ik hier heb gevonden. Dat is de echte nostalgie, hè? Nou, zeg nu zelf, het is toch heel makkelijk en simpel om zelf lange vingers te maken.
fotootje ervan maken. En dan zeg ik, de lekkerste lange vingers die je niet in de winkel moet kopen, maar thuis moet maken. Succes!